Meester Jaap moet nog wennen. Het is een kabaal van je welste in de nieuwe groep van Meester Jaap. Meester Jaap stapt de klas binnen en trekt met een klap de deur achter zich dicht. Het wordt meteen stil. Zo, zegt hij. Welkom in groep 6. Ik ben Jaap, jullie nieuwe meester. Hij schuift aan in de kring en kijkt rond. Sommige kinderen beginnen zenuwachtig te giechelen. Uh, vinden jullie het te eng? Vraagt meester Jaap. Marjolein steekt haar vinger op. Ja, zeg het maar, Marjolein. Nou, meester. Ze zeggen dat je een beetje gek bent. De andere kinderen schrikken. Vorig jaar zaten ze bij juffrouw Lies. Als Marjolein toen had gezegd. Dat Juffrouw Lies gek was, dan was die vast heel erg boos geworden. Meester Jaap kijkt Marjolein even aan. Tja, zegt hij dan, en ze zeggen van jou dat jij een beetje brutaal bent. Marjolein wordt knalrood. Maar, roept Meester Jaap, ze zeggen ook dat je altijd eerlijk bent. Dus je hebt gelijk, ik ben niet een beetje gek, ik ben hartstikke gek. Het blijft even stil. Alleen Joris, Johan en Steffi grinniken zachtjes. Meester Jaap ziet dat de kleine Ellen die naast hem zit met bange ogen naar hem kijkt. Hij pakt haar hand en zegt: 'Maar ik ben niet gevaarlijk.' Ellen trekt gauw haar hand terug. Meester Jaap zucht en denkt. Oh, mijn oude klas van vorig jaar hield wel van dit soort onzin. Maar deze nieuwe kinderen moeten nog heel erg aan mij wennen. Laat ik voorlopig maar een beetje gewoon doen. Ik zal eerst eens iets over mezelf vertellen, zegt hij. Ik heet Jacobus Johannes van Bakel, maar zeg maar meester Jaap. Mijn vrouw heet Evelien en we krijgen in januari een baby. Echt waar? roept Joris. Meester Jaap gaat extra recht zitten en zegt: Hier zit een trotse aanstaande vader. In januari zijn de negen maanden om. Een, negen maanden? vraagt Halil. Ja, een baby zit negen maanden in de buik van de moeder. Hebben jullie dat niet geleerd bij Juffrouw Lies? Halil schudt zijn hoofd en zegt: Oh, nou, ik dacht dat het twaalf maanden duurde. Nee, roept Steffi, het is twintig maanden. Zeg, roept Meester Jaap, en die doet net of hij boos wordt. Mijn Evelien is geen olifant. Het blijft weer even stil, maar dan begint iedereen te lachen. Goed zo, zegt Meester Jaap: Lachen is gezond. En nu ga ik kijken of ik jullie namen weet. Hij noemt ze één voor één op. De meeste namen weet hij al. Alleen Thijs noemt hij Gijs en tegen Zohaila zegt hij Zohatja. Ik heet Zohaila, zegt Zohaila zacht. Meester Jaap knikt. Mooie naam, hele mooie naam. Als ik een dochter krijg, noem ik haar misschien wel zo. Dan begint de hele groep door elkaar te roepen. Ze willen allemaal dat de meester hun naam uitkiest. Joris, Halil, Bert, Vera, Miriam, Steffi, Ibrahim, Majolijn... Als het eindelijk stil wordt, zegt Meester Jaap. We krijgen het heel druk dit jaar. Uh, we moeten een naam kiezen voor de baby. We moeten veel lachen en ook nog wat leren als we tijd over hebben. De hele klas zit te kniffelen. Gelukkig, denkt Meester Jaap, ze zijn al een klein beetje gewend.